Deze beschouwing. Die is naar aanleiding van een filmpje wat ik gisteren zomaar voorbij zag komen op YouTube. En dat filmpje, dat heb, daar heb ik prompt de link van uh, gepakt, opgeslagen en onder deze uitzending gezet. Ik moet wel een hele eind naar onderen scrollen, want er staat bij het kopje overig... Dat is bijna helemaal onderaan. En van het kopje overig staat hij bovenaan. En hij heet Abortion, The Silent Scream. Het staat alleen in hoofdletters. En dat is niet mijn keuze geweest, maar zo stond het op het internet. Het is nu een zaterdagochtend. Half tien. Ik heb een lekker potje thee. Nee, het is vrijdagochtend. Was dat nou? Maar ik ga zo dadelijk wel naar de markt. En daar ga ik kippenpoten halen. Want ik ben anders dan Jurk Liesman geen veganist. <laughs> en die kippen die, zijn, die ik op ga eten, die zijn gedood. Die zijn niet vermoord. Mijn tweede kind is... Niet gedood. Mijn tweede kind is vermoord. Ja. En ik heb het eerder gehad over abortus. En nu heb ik het er weer een keer over. Voordat ik van wal steek, ga ik even reclame maken voor mijn kanaal. En mijn kanaal, dat heb ik dat nou netjes apart gezet? Ik dacht het wel inmiddels. Ja, mijn YouTube kanaal en mijn website. Ik heb die bovenaan gezet in de linkjes. Ik ga er eens een keer in de te kijken. Want het archief is groeiende. Hè? Ik heb ook uh, zelfcensuur gepleegd. Dus uh, dingen die... Ja, dat moest ook wel... Ja, de kwaliteit was te laag. Sorry dat ik het ooit heb geüpload. <laughs> en jij zou zeggen: welke filmpjes waren dat dan? Nou, die ga ik niet meer uploaden. Dat is de moeite niet waard. Oh, die filmpjes met als titel: uh, Sex met Angela Merkel, Sex met Mark Rutte, Sex met Paul Blokhuis, Sex met. Nou, die zijn verdwenen in het grote gat. En dat heet de prullenmand. Nou, ze waren misschien wel leuk bedoeld. Maar... maar er zijn mensen geweest en die hebben daar aanstoot aan genomen en die hebben de YouTube-autoriteiten uh, huilend gebeld. En toen werden de YouTube-autoriteiten, ik zou niet weten wie dat zijn, maar die werden heel boos op mij. En die gingen dreigen met een permanente ban. En toen dacht ik, kom, ik ga eens even opruimen. Dus ik heb een hele hoop dingen waarvan ik. Ja, niet eens dat ik een ben heb gekregen, maar waarvan ik dacht. en dat zou een ben op kunnen leveren. Want het kan, hè, dat iemand. jaren nadat je het geüpload hebt. gaat iemand zitten klagen. En dan krijg je dus rustig een. Ban naar aanleiding van iets wat je. Ja, jaren geleden hebt gepost. Dus ik heb het opgeruimd, dat wil ik maar zeggen. Dus mijn kanaal wordt ook nog opgeruimd. middels zelfcensuur. En de rest laat ik staan. Er zitten leuke dingen bij, hoor. En de afgelopen dagen zag ik dat mijn plezier, dat het aantal kijkers, was boven de 40 per dag. Meer dan 40 views per dag. Dat is toch keurig? En een filmpje van een week geleden of zo, die had dan meer dan 60 views. Yeah. Kijk, we hebben het hier niet over maffe kattenfilmpjes. Hè? Of een filmpje over stomme honden. Die een politie sirene nadoen. Oh, die moet je zien. Oh, die moet je zien. Dat is een herdershond en die doet een politie sirene na. Deze moet je zien. Deze moet je zien. Dat is van een kat die ligt te slapen op het reswaar. En dan wordt hij wakker en dan valt hij eraf. Oh, die moet je zien. Nou, het zijn zware onderwerpen. Allemaal, volgens dat verrekening. Ook als ik het heb over het doel van het leven, wat op zich een, een vrolijk onderwerp is. Of als ik het heb over moraal, wat op zich een vrolijk onderwerp is. Dan nog is het heel serieus. Hè? En dan vind ik het fijn dat er dan toch tientallen mensen dagelijks. Kijken. En ik heb er lekker een kopje thee bij. Gaat een uurtje duren deze view dan, hè? deze uitzending. Ik kreeg dus zomaar helemaal uit het niets een filmpje onder ogen en dat heet The Silent Screen. En daarin wordt stilgestaan bij abortus. En net had ik al even de opmerking gemaakt dat ik naar de markt ga en dan ga ik kippenpoten kopen. En dan betaal je voor vier heerlijk gegrilde kippenpoten 6 euro. Dat is niet duur. Nou, die kippen die zijn gedood. En ik weet ongeveer hoe dat gaat. Ik heb er een keer een filmpje van gezien, van zo'n uh, anti dieren -eet -partij, van, Oh, wat een schande, wat een schande. En wat je dan zag was een enorme stal. Met heel veel kippen. En dan kwam daar een apparaat, werd er ingereden. Nou, die kippen die gingen niet fladderen of helemaal niks. ...die hadden van... oh die van het apparaat is een rare apparaat. Zeg. nou oh er is een wat eten uh, moet jij er wat eten nou ik wil er die kippenwaarden gingen lekker door eten een beetje drinken en dat apparaat dat was niet een stofzuiger het was meer een soort lopende bandachtig iets en die uh, die schoven ze dan langzaam onder die uh, kippenpootjes kippenklauwtjes En zo'n kip die dan even met één pootje op de lopende band kwam. Die, zoop, die ging gelijk, uh, net als jij op de kermis, in zo'n zo ding al geweest, zo'n cakewalk. En één keer ben je boven. En tegen de tijd dat je boven bent als kip. Ja, hang je al ondersteboven. En als je bezig bent om te begrijpen waarom je in godsnaam net nog op de grond stond. en nu toch echt ondersteboven hangt. je hebt waarschijnlijk niet eens in de gaten dat je ondersteboven hangt. Je denkt van. ik, ik ben me nu toch echt aan het afvragen. en dan heb je geen hoofd meer. Dus op het moment dat zo'n kip zich begint af te vragen. of hij zich soms iets moet gaan afvragen. Heeft hij al geen hoofd meer? Nou, je gaat mij niet vertellen dat ze een kip geleden heeft, hè? En dan heb je natuurlijk kippen en ja, die worden fout beetgegrepen en die vallen half naast de. Ja, dat is wel heel verschrikkelijk. Dat... dat zijn bedrijfsongelukken en dat is wel heel verschrikkelijk. In principe ben ik voor het veganisme, maar ja, ik ben eventjes momenteel geen veganist, heel even maar. <laughs> van mijn dokter die zei van ja je bloedarmoede of zoiets, ijzertekort of zo. Uh, jij moet meer vlees eten. dat zijn mijn dokter, dat zijn mijn arts. en die is anthroposof. ja, dat zegt het op zich niks, maar het is wel zo. Ik ben een beetje wit om de neus. Anyway, die kippen die worden gedood. En waarom is dat doden? Nou, die kippen zijn niet onschuldig. Die kippen hebben hun hele leven een beetje gratis lopen vreten. Zonder daar ook maar één jota voor te betalen. Dat is diefstal. Ja, dan mag je gaan lachen. Ja, daar komt het ethisch gesproken op neer. Die kippen hebben... Ik weet niet hoe lang een kip leeft. Weet jij dat? Ja, meer dan een paar maanden, mag ik aannemen. Maandenlang heerlijke tok-tok. Pik, -tok. pik, 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 pik. En een beetje water drinken. En dan lekker onder de warme lamp gaan zitten. En een beetje oude hoer met de buurvrouw. En ja, kortom, de hemel op aarde. Ergens in Groningen. Waar het alsmaar koud is. En, want ik heb in Groningen gewoond. Het is een verschrikkelijk klimaat. Dan laat je alleen maar Groningers wonen. Want Je moet een knouwje, Van die klom, en dan, dan rijden we Rio over de aan. Hè. Helemaal dik. Ja. Die Groningers hebben ook allemaal zo'n hele dikke ruwe huid koud man daar. Serieus hoor, vergeleken met het Westen van Nederland scheelt dat. Ja, ik weet dat. Ik weet nog dat ik in Groningen. Uh, waren we aan het bijkomen van de winter. En ik ging even terug naar Amstelveen. Uh, voor een familiebezoekje. En in Amstelveen uh, stonden dan in de parken. en bij de, de. van die vijverpartijen. daar stond het groen al wel helemaal in het groen. In Groningen had je nog kale takjes. Ik denk, oh, hier lopen ze voor. Hmm. En zo'n kip krijgt de hele tijd gratis te eten. Nou, en dan mag hij payback gaan doen. Kijk, een kip heeft zonder kippenindustrie in Groningen geen overlevingskans. Een kip zou er nooit voor kiezen als je een kip voor de gelegenheid voor de keuze zou stellen. In de gelegenheid zou stellen om een keuze te maken. Nou, je mag in de kippenstal blijven... Maar dan uh, heb je wel na een aantal maanden dat je denkt: Goh, ik moet me iets gaan afvragen. En voordat je dan wat kan gaan afvragen, dan heb je geen hoofd meer. En tot die tijd is het uh, tok tok. En dan heb je elke dag te eten, lekkere warme lampen. En, uh, hè? Of uh, je gaat naar buiten. En daar is geen voedsel, daar is geen schoon water. En er zijn wel honden en katten en die lusten jou. Dan mag je rennen voor je leven. Wat denk je dat een kip zal kiezen? Anyway, zo'n kip wordt voor de consumptie gedood. Moord is als je dood zonder dat er een aanleiding is. Uh, dus. Als iemand zwaar over de schreven is gegaan, dan krijgt hij in sommige landen, regio's, de doodstraf. Niet de moordstraf. Dat heet de doodstraf. Dan word je gedood. Als vergelding voor wat jij hebt gedaan. Dan krijg je de dood. Zoals de kip wordt gedood, van, nou, je hebt maandenlang een beetje gratis lopen vreten. En nu is het de terugbetaaldheid. En dat doe je dan zo humaan mogelijk: De doden van zo'n kip. Is er geen aanleiding, en ga je toch over tot doden, dan is er sprake van moord. Dus een soldaat in de strijd. Die kan alleen maar gedood worden, die kan niet vermoord worden. Het lijkt me duidelijk. Ja. Jij loopt in de ronde te zwaaien met je kromzwaard. En iemand schiet je hoofd eraf. Dan kan je niet zeggen, Mohammed is vermoord door de vijand. Nee, Mohammed liet met zijn kromzwaard te zwaaien. En dan vraag je erom. Dat snappen jullie toch? Ja. Ah. Dus kippen worden gedood, strijders worden gedood, moordenaars, kinderverkrachters, alles wat maar dat soort dingen heeft gedaan in regio's waar daar de doodstraf op staat, die worden gedood. Dat is het doden van iemand. Hm. Mijn goede vriend Gert, God hebben zijn ziel, die kreeg een verschrikkelijke bacteriële infectie. Dat is echt heel erg. Ze hebben nog in het bijzondere ziekenhuis in Utrecht proberen te redden met extra behandelingsmogelijkheden en dat leidde tot niets. Dan is hij weer teruggebracht naar het provinciale ziekenhuis hier in Gelderland. Al zijn de ja, hopeloos, tenzij er een wonder gebeurt. Nou, dat wonder dat gebeurde niet. Het ging alleen maar steeds slechter met hem. Dus behalve zijn nieren begonnen ook andere organen uit te vallen. Hij was zeg maar van binnen aan het wegrotten. Hij kon al heel lang niet meer communiceren. Dus praten en zo echt niet. Hij keek niet eens meer. Hij lachte met zijn ogen dicht. Hij had ook te maken met de morfine en al die pijnstillers en, en meuk en antibiotica. Nou, toen hebben de mensen van het ziekenhuis tegen zijn vrouw gezegd: Van uh, we kunnen dit nog een aantal weken volhouden. En dan is het voorbij. Dan gaat hij dood. Die. Dat, dat weten wij. Ja, zeker weet je niks, maar. Hij gaat dood. Ja. En misschien dat we het nog drie maanden volhouden kan ook. Ja. Hij gaat dood. En je hebt het recht. om ons de opdracht te geven. om op een bepaald moment de stekker uit de stopcontact te trekken en dat er dus gestopt wordt met ja de nierdialyse en de huppeltje pup en ja. We stoppen met alles behalve met morfine. Nou, dat heeft zij even een paar dagen op zich in moeten laten zinken dat zij dat recht had gekregen. Om tegen het ziekenhuis te zeggen van, hou er maar mee op. En na een paar dagen heeft ze het ziekenhuis gebeld en gezegd van, nou, uh, hou er maar mee op. En toen vroeg het ziekenhuis van, Wan, wanneer dan? En toen heeft zij gezegd, nou, morgen. Of, zo. of vandaag nog. En zij was erbij natuurlijk. Hè? Ja, dus is niet natuurlijk, maar ik ken die vrouw. Ik, ja, ik ken die man. Vanaf mijn negentiende ken ik die man. En die vrouw die ken ik vanaf me. Was ik toen 26 of zo. Ja, zo is. Ja, natuurlijk was zij erbij. Nou, die vriend van mij die is daarmee indirect gedood. De levensbehoudende materialenapparaten apparaten werden met opzet uitgezet. Het was geen ongelukje. Ze, ze hebben hem gedood. Ze hebben hem niet vermoord. Vind ik. Ik denk ook dat. Ja, hij, hij was niet meer wilsbekwaam. want hij kon niet meer praten. Maar had je hem bij leven. een schets gemaakt van de situatie had hij gezegd van, oh, als het ooit zo ver met mij komt, dan wil ik niet dat mijn vrouw elke dag uh, helemaal vanuit Arnhem met de trein en de bus en, de, en dan daar zitten aan mijn bed en ik ligt er maar een beetje scheten te laten en meer niet. En een beetje bliep bliep monitoren en dan moet ze weer helemaal terug en dan moet ze nog koken voor zichzelf en de volgende dag naar de werk en dan, nee, had hij gezegd. Nee, dat doe je mijn vrouw niet aan. Dan moet je mij maar doden. Als het toch niet meer goed komt. En goed komen zou het niet. Dat kan niet. Hij was van binnen aan het rotten. Zijn afweersysteem lag op zijn gat. En antibiotica, dat, ja, dat klinkt heilzamer als dat het is. Het, het klinkt trouwens helemaal niet heilzaam, want het heet anti en bio is leven. Dus anti-leven-spul, daar zat hij helemaal mee vol. Om die bacteriën te doden natuurlijk. Maar de rest van het lichaam vindt het niet lekker hoor. hoor dat zijn allemaal voorbeelden van doden. Hè? En moord. Nou, Marianne Vaatstra... De jonge Friese vrouw in 1999 op 30 april, of in de nacht van 30 april op 1 mei, is Marianne Vaatstra vermoord. Die is niet gedood, die is vermoord. Dat is een vrij lang intro, dat weet ik wel, maar dit gaat over abortus, hè? En als jij dat filmpje gaat kijken, de Silent Stream of the Silent Scream. Dan zal jij zeggen, Perry, je hebt gelijk. Abortus is moord. Net als dat Marianne Vaatstra is vermoord. En niemand heeft Marianne Vaatstra horen schreeuwen. Dat wil zeggen, niemand die haar heeft horen schreeuwen, is daarmee naar de pers gegaan. Dat wil niet zeggen dat niemand haar heeft horen schreeuwen. Waarschijnlijk heeft ze wel geschreeuwd. Marianne Vaastra. En zo hebben ze ook een filmpje. En dat kan je dus zien in die film. Dus die hieronder staat. The Silent Scream. In dat filmpje kan je zien. Zeggen ze. Dat de foetus met zijn mond een beweging maakt die doet denken aan schreeuwen. Alleen je hoort niks. Hier, ik zal het een stukje voorlezen dit is bij de description box van de film Abortion Strapje, The Silent Scream Scream complete version. En er staat dan als subtitel The Silent Scream complete version Strapje, Abortion as Infanticide. En infanticide betekent kindermoord. Openingszin. Dr. Bernard Nathanson's classic video that shocked the world. He explains the procedure of a suction abortion followed by an actual first trimester abortion as seen through ultrasound. The viewer can see the child's pathetic attempts to escape the suction caret as her heart rate doubles and a silent scream as her body is torn apart. A great tool, this film, Be to help. people see why abortion is murder. Nou, de rest ga ik, ik zal het even in het kort vertalen voor degene die dan niet zo vloeibaar zijn in hun Engels. Een klassieker qua video van dokter Bernard Nathanson, die een schok veroorzaakte over de wereld. Hij legde de procedure uit van een suctie-abortus. Uh, is zuigen, net als een stofzuiger. Maar dan... Ja. Heavy duty. En daar, nadat hij die procedure heeft uitgelegd... krijg je daadwerkelijk een eerste trimester-abortus te zien... Die je kan zien met behulp van ultrasound. Zo'n echo noemen wij dat. Dus hebben ze op de buik van de moeder zo'n apparaatje gezet. Dat heb je misschien zelf ooit meegemaakt, of je was erbij toen het werd gedaan. Ik heb, was erbij toen het werd. Ik heb het zelf natuurlijk niet meegemaakt, ik ben een man. Maar ik ben erbij geweest. Dus ik heb mijn kind, Nina heet ze. Die heb ik gezien toen ze nog in de buik van de moeder zat. En dat hebben ze dus ook gedaan tijdens dat een abortus plaatsvindt. En op die abortus kan je zien de zielige pogingen van het kind om te ontsnappen aan die zuigstang. Van een curette, dat is een holle stang. Ja, dus, ja, een holle buis. Een buis moet je zeggen: een, een, een zuigbuis. Een buis. En hij, de, de, ik zeg hij, hier staat her. Maar, maar dat kind. Ja, heel ja, pathetic, je zou moeten zeggen, hartverscheurende pogingen. Hij probeert dat kind weg te komen van die buis. Ah! En dan verdubbelt de hartslag van het kind. En ja, de mond neemt dus de vorm aan van uh, de schilderij, de uh, scream, weet je wel. Je hebt ook die film Scream. Heb je zo'n masker wat erin zit? Nou, dat is. Dus. Dat wordt de vorm van haar mond en haar hartslag verdubbeld en ze probeert weg te komen van die uh, zuigstang. Nou, dat is dus de film. Nou, die man die die abortus uitvoert van die filmen. Die had er al 10.000 gedaan. Dit was de eerste keer in zijn leven dat hij kon meekijken op een monitor. Het was gelijk de laatste keer dat hij dat heeft gedaan. Toen hij met zijn ogen zag wat hij al die tijd in het donker van de baarmoeder had uitgevroten. Toen kon hij die handeling. Niet meer verrichten. Zal ik het nog een keer zeggen? Toen de abortionist, want zo noem je zo iemand, het is geen dokter. Het is een abortionist. Het is een moordenaar. Toen die het kind dat in de baarmoeder zat vermoorde en kon zien hoe de moord zich afspeelde, voor het eerst. Kon hij het zien met zijn ogen? Toen pas zag hij in wat hij deed en dat dat moord was, en toen heeft hij het nooit meer kunnen doen. Hij heeft tienduizend moorden op zijn geweten. Die man, zijn leven was toen voorbij. Dat kan ik je wel vertellen. Want die man had dus kennelijk gevoel in zijn donder. Want toen hij geconfronteerd werd met de daadwerkelijke aard van zijn daden, die 10.000 abortussen die hij had gepleegd. Toen hij geconfronteerd werd, toen kreeg hij berouw. En deed hij het niet meer. Dat is mooi. En er zijn ook mensen die bestaan. Dat noemen wij psychopaten, oftewel geesteszieken. Psychos is geest en pathos is ziekte in deze context. Dus er zijn geesteszieken, psychopaten noemen wij die, en die moeten erom lachen. Sterker nog, die zullen een abortus willen plegen en die zullen juist een cameraatje erbij willen hebben om te zien hoe die feutus dat die hartslag helemaal. Ja, ja, ja. Die zijn er ook. Maar deze man dus niet, die kreeg berouw. En die kon het nooit meer doen. Maar hij heeft het wel tienduizend keer gedaan. En s'avonds uh, ligt hij dan in zijn bedje. En hij weet wat hij die tienduizend keer heeft gedaan. Die man zijn leven is voorbij. Die zal nooit meer leuk op een Pinkstermiddag een ijskool kunnen eten met zijn nichtje van acht. En daarna de eentjes gaan voeren. En dan het nichtje weer terugbrengen naar zijn zus. Nooit meer. De assistent die de het echo-apparaat bediende, dat was een feministe. Die zag dat filmpje ook. En voor haar. Hetzelfde gevolg. Zij was een feministe. Zij vond dat zij met het helpen, want dit was niet de eerste keer dat ze hielp bij een abortus, want bij een abortus dat wordt in de regel gedaan door twee mensen: de abortionist, de moordenaar en de assistent-moordenaar. En zij was assistent-moordenaar geweest zonder dat ze dat ooit besefte. En zij dacht dat ze iets deed. Om de rechten van de vrouw hoog te houden. in een vaandel. En dat het goed was wat ze deed. Dat het bevrijdend was voor de vrouw. Dat zij deed aan vrouwenbevrijding. Maar toen zag zij dat filmpje. wat zij zelf had gemaakt. toen heeft ze nooit meer geassisteerd. bij een dergelijke praktijk. Bij een dergelijke handeling. Nooit meer. Ik daag je uit om die film te kijken. Als jij pro abortie bent. Hè? Pro choice heet dat. Pro abortus, sorry. <laughs> Abortion op zijn Engels, abortus. Als je pro abortus bent. Ik daag je uit om die film te kijken. Tot aan 13 minuten krijg je uitleg over de basics van uh, hoe het nou zit. Hè? Met de ontwikkeling van het kind. Dat is bioles, daar kan je in principe. Ja, ik zou een paar stukjes even bekijken. Maar daar kan je doorheen skippen. En dan bij de dertiende minuut, daar ben ik nu aanbeland. Ik heb het nog niet gekeken. Maar dan zit de, de man die de. Hoe moet ik het noemen? Ja, die houdt het praatje. Een man met een bril en een stropdas. Die zit naast een tv-monitor dus ik neem aan dat zo dadelijk het filmpje begint. Ik denk niet dat ik ga kijken, by the way. Maar ik hoef het ook niet te kijken, want ik ben uh, anti-abortus. Ik vind dat abortus uh, uh, het moet uit het ziekenfondspakket. Daar zit het nu in hè. Dus als je uh, iedereen hier in Nederland is verplicht verzekerd, en daarin zit inbesloten dat uh, nou, punt 1, dat jij elke maand moet jij zoveel betalen. En mensen die in Nederland een kind in hun buik hebben... die kunnen zich melden en dan wordt dat kind verwijderd. Dan wordt het vermoord. En dan kost die mensen niks. Dit wordt namelijk betaald van het geld wat jij en ik maandelijks overmaken. Ik betaal in de maand 111 euro... Dan krijg ik wel tegenwoordig zorgtoeslag terug. Dat is mooi. Maar dan nog. Ja. Ik heb momenteel heel weinig inkomen. Dat is niet zielig gedoe of zo van mijn kant. Dat is bewust. Dat is niet eens nodig. Maar ik wil het leven even van een andere kant bekijken. Anyway, mensen betalen hun verplichte volksgezondheidsverzekering, en anders krijg je nog gevangenisstraf of toestanden. Dus dan krijg je een pot met enorm veel geld, en uit die pot worden kinderen vermoord. Dat moet gestopt worden per onmiddellijk. Dat is wat ik vind. en ik vind dat mensen uitgelegd moet worden. En bij voorkeur doe je dat bij mensen vanaf dat ze ja, van 13 jaar. 12 à 13. En daar besteed je dan Ja, je zou een goede film kunnen maken. Ik denk dat ik die kan maken. Een goed filmpje maken. En dat filmpje moet duren. Ja, ik zou ervoor gaan dat je een filmpje maakt met in totaal 20 minuten. En dan stukjes van 5 minuten. En dat die filmpjes bekeken worden onder begeleiding. En dat er een instructie is voor de begeleider om telkens na 5 minuten op de pauzebutton te drukken en dan met de klas, de groep kinderen, een aantal vragen door te nemen. Dus dat je bij vijf minuten film heb jij als begeleider heb je tien vragen en de kinderen mogen ook vragen stellen, natuurlijk. Maar jij hebt ook vragen. En als alle vragen van jouw kant naar, uh, ja, naar jouw behoorden. ook dat erbij staat welke antwoorden mensen moeten geven. <laughs> ja, niet in de zin dat je van tevoren woorden zegt dat moet gezegd worden, en dat moet gezegd worden. Maar wel dat die antwoorden specifiek genoeg zijn. Zodat die kinderen die ernaar kijken. dat ze. Ja, als ze met propjes gaan gooien of ze gaan uit het raam zitten staren of uh, whatever. Dat die uit de groep worden gehaald en apart worden genomen. En dat er met die kinderen uh, ja, gesproken wordt. Want het kan zijn dat je te maken hebt met een psychopathisch kind. Die het gewoonweg niet interesseert. En zo iemand moet dan een aantekening krijgen, want psychopathie, dat, uh, dat staat toch de boek als zo goed als ongeneeslijk. En die mensen, ja, je kan ze moeilijk gelijk opsluiten in een gevangenis natuurlijk. Maar ze loslaten in de maatschappij zonder dat de maatschappij op de hoogte is van die geestelijke onvolwassenheid. Dat is onmenselijk naar de maatschappij toe. Ja, dit hoor je goed hoor. Ik ben het helemaal beu. In Amerika worden momenteel 5000 kinderen per dag vermoord. Zal ik even uitrekenen hoeveel kinderen per week dat is? Dat is 35.000 per week. Weet je hoeveel kinderen per maand dat is? Dat is 140.000 kinderen per maand. Weet je hoeveel kinderen per jaar dat is? Dat is 1,5 miljoen kinderen per jaar. Bij die aanslagen van 11 september zijn er 3000 mensen omgekomen. Er zijn 3000 mensen vermoord. Ja. Dat is uh, nog niet één dag van abortussen. 4,500 kinderen per dag, elke dag van het jaar, worden er vermoord in Amerika. En als iemand nu zegt: ja, dit is het recht van de vrouw om te mogen moorden, dan ben je ziek in je kop. Dan moet je een aantekening krijgen. Het hoor je heel goed van mij. Ik wil dat jij gestigmatiseerd wordt. Ik wil dat jij een stigma krijgt. Als jij zegt dat het recht tot moord toekomt aan de vrouw, dan wil je een stigma krijgen. Dat vind ik. En dan vind ik dat je buitengesloten moet worden. Want dan ben je gek. Dan hoor je er niet bij. Dan ben je niet één van God zijn kinderen. En dan moet je niet lullen gaan lopen en ginniken. Nou, ik een periwier met zijn babel. Nee. Want dit volgt niet alleen uit de Bijbel. Dit volgt uit het Woord op zich. Uit een logos. Uit een logica. Uit taal. Uit woord. En moord kan nooit een recht zijn. Een beul heeft het recht om te doden. Een kippenboer heeft het recht om 10.000 kippen, waar hij maandenlang diep voor in de buitel heeft getast om die beesten zo dik en zo vet te krijgen, hij heeft het recht om die kippen te doden. Het zijn zijn kippen. Zonder die boer waren er geen kippen. Die boer is eigenaar van die kippen. Maar een vrouw is niet de eigenaar van haar kinderen. En als jij dat wel vindt, dan moet jij gestigmatiseerd worden. Dan moeten mensen. Als ze jou zien. en dat ze dan merken. dat er met jou niet gesproken wordt. en dan gaan ze vragen. van. Goh. Uh, uh, waarom wordt er met jou. Hè? dan gaan ze aan andere mensen vragen. van. goh. jullie praten helemaal niet met Gerda. en dan zeggen die andere mensen. Zelfs, ja inderdaad, wij praten niet met Gerda. Want Gerda vindt dat vrouwen. de eigenaar zijn van kinderen. en met dat soort mensen gaan wij niet om. Dat is wat ik wil. Want. In Amerika, dan heb ik het alleen over Amerika. Huh? Daar worden vijf, vier à vijfduizend ten tijde van dit filmpje, maar dat is een oud filmpje. Dat Kan je zien aan de kledij van die man, dat kan je zien aan het feit dat er een, hij zit dus naast zo'n tv en dat is een kathodestraalbuis. Nou, een kathodestraalbuis, dat zie je tegenwoordig niet meer, want we hebben tegenwoordig allemaal TFT-schermen, huh? van die laptopschermjes en. Uh, van die schermen die je aan de muur hangt en dus zo. Plasma dingen. Er is een hele ouderwetse tv. Het, het interieur is ook heel ouderwetse. Het is een filmpje uit de jaren tachtig, neem ik aan. Dat is veertig jaar geleden. Veertig jaar geleden, 4000 kinderen per dag. Dat is karma, heet dat. 4000 moorden per dag... En iedereen steekt rechter wijsvingers in rechter neusgaten en kijkt naar het plafond. En aborteert een bulletje uit het rechterneusgat neusgat en schiet dat weg. En denkt: Goh, ik heb een uh, neusbulletje geamputeerd. Maar dat is geen abortus, snap je? Abortus is een moord. Dat is een moord van een mens. wordt een mens vermoord. En het enige wat je hoeft te doen, dat is je ogen te openen en naar deze film te kijken. En als jij ooit geroepen hebt dat moord het recht is van de vrouw... Ah, jongen, wat jou toekomt, dat zijn tien emmers met bitter berouw. Dit rijmde mooi, hè? Heb je goed gehoord. Ja, het, is, het geintje is over, namelijk. Het geintje is over. En het recht tot moord is niet het recht van niemand niet, dus ook niet van een vrouw. Tenzij we zeggen, dat vind ik ook best. Dat vind ik ook goed. Maar dan krijg je me echt over de pis. Ja? En dan gaan we zeggen, uh, beesten hebben het recht op moord, want dat zijn beesten. Huh? En dan gaan we de vrouwen met recht op moord, uh, die worden categorie beest. En dan gaan we die vrouwen ook zien als beesten. Natuurlijk. Dat is dan de consequentie. En dan beschouwen we vrouwen niet langer als mens. Dan moeten vrouwen eerst een tentamen mensheidsgevoel afleggen. En dan pas krijgen zij een burgerservice-nummer. En voor die tijd krijgen zij een dierenregistratienummer, een DRN. Hey, mijn tweede kind is vermoord. Ja? Ik wilde heel graag een broer of een zus voor mijn eerste kind. Mijn eerste kind is een heerlijk mens. Zij is zwaar getraumatiseerd door haar jeugd, maar dat kwam niet door mij, dat kwam door die moeder. En door de samenleving. die maar bleef beweren. dat alles wat een vrouw doet. dat doet ze uit liefde voor haar kind. Dus ook als ze dan uh, het kind geen winterschoenen krijgt. is dat uit liefde van de moeder voor het kind. Ja, dit hoor je goed. Zo dacht de omgeving over het gedrag. van de moeder van mijn kind naar uh, het eerste kind toe. Het tweede kind heeft diezelfde vrouw laten vermoorden. Ja, dit hoor je goed, hè? Mij is het overkomen. Ik heb niet alleen de kinderverwaarlozing moeten zien van mijn eerste kind, maar ik heb ook nog toe moeten staan dat mijn tweede kind vermoord werd. Er zijn mensen in mijn omgeving en die moeten erom lachen. En die zeggen, nou, dat is maar goed ook dat die tweede vermoord is, want anders had die moeder dat tweede kind ook mishandeld en verwaarloosd. Die mensen mag je wat mij betreft stigmatiseren. Snap je toch wel? Hè? De moraal is dat wat een samenleving bindt. En een samenleving die geen moraal heeft als bindend middel, die heeft alleen nog maar regels en wetten van een overheid. Die er dan wel voor zal zorgen dat iedereen zich gedraagt. Die staatsvorm, die samenlevingsvorm, dat is ofwel communisme, ofwel fascisme, ofwel coöperatisme, ofwel iets wat erop lijkt, alla wat we nu hebben, met dat wij zeggen en denken dat wij eens in, het vier, eens in de vier jaar mogen stemmen. En dan mogen we stemmen op een kleurtje. En De ene is dan rood, de andere is groen en de andere is blauw. En dan zijn we allemaal weer tevreden. En hoeveel abortussen worden er in Nederland gepleegd per dag? In Amerika, laten we zeggen, 400 miljoen mensen. In Nederland 20 miljoen. Dus dan denk ik een twintigste. Nou, 4000 gedeeld door 20, dat is dan 400 gedeeld door 2, dat is 200 per dag. In de jaren 80, wat zal dat nu zijn per dag? 300, 400 per dag? Door je kinderen? Kijk, en de moeder van mijn kind euh, ze zaten. Euh, nou ja, mijn, twe mijn tweede kind was 14 weken. Dat is een aanwezig wezen. Die heeft al hersenfunctietoestanden. Die heeft al een bloed, 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 bloedloop, bloedsomloop. Het hart klopt al. Dat stopt al af en toe een duim in de mond. Hij kan al trappelen met de beentjes. Hij is vermoord. Was er een medische indicatie? Nee. Was er een economische indicatie? Nee. En dan kun jij vragen: ja, waarom is dat kind dan vermoord? Ja. Die, <laughs> uh, het mag in Nederland. Die moeder. Die, die is geestesziek. Die heeft haar eerste kind verwaarloosd en mishandeld. Dat is iemand die. Uh, voor, voor haar is het dat zij dan op zo'n dag van zo'n abortus. dan krijgt zij aandacht. Zij is uh, aandachtsverslaafd. Het is voor haar een manier om aandacht te krijgen. Die vrouw heeft een ernstig psychisch probleem. Dat hebben therapeuten vastgesteld. Maar als de Nederlandse wet uh, abortus ziet als het verwijderen van een bulletje uit je rechter neusgat met je rechter wijsvinger. Hallo, heeft een bulletje in de buik? Nou, halen we er even uit. Nou, bulletjes weg. Ja, doeg. En zij krijgt wel al die aandacht. Terwijl ze zo gek is als een deur. Nou, zij moet aandacht krijgen, ja natuurlijk. Maar wel aandacht gericht op haar jeugdtrauma. En niet... Ja, aandacht om haar kind te laten vermoorden. Onze samenleving is totaal gek. Dit wordt betalen wat wij gaan doen. En ik betaal niet mee, want ik heb al betaald. Ik heb toe moeten zien hoe mijn tweede kind werd vermoord, dus ik heb al betaald. En ik was nooit voor abortus. Nooit heb ik het gezien als het recht van de vrouw. Ik heb er wel. Ik heb... Lang heb ik het gezien dat in sommige gevallen. zou je het mogen laten plaatsvinden. uit piëteit, uit medelijden met de zwangere moeder. En dat waren de dagen waarin ik nog niet goed had nagedacht over het fenomeen zoals het is. En dat abortus helemaal niet kan. Dat standpunt dat hang ik nu aan sinds, maar zo zeggen, 23, 24, 25 jaar. En ik moet dan toezien dat ik leef in een samenleving waarin er heel makkelijk over gedaan wordt, heel makkelijk wordt gedaan over moord. En als je dat ziet vanuit een Bijbels perspectief, dan zullen de gevolgen komen. Dit pikt God niet. God wil toch niet de geschiedenis ingaan als lulletje rozenwater. Dat hij het vermoorden van zijn eigen kinderen goedkeurt. Van ach, ja, nou, moet gebeuren. Ja, nou, ja, dit, oh, shit happens. Ja, kijk. Kijk, de ene God die schept de mensheid. En die doet het wel aardig. En uh, ja, iemand zoals ik. Dat is een andere soort God. Een soort lulletje rozenwatergod, Ja, ik schep dan mensen. En die vermoorden mijn kinderen. En uh, ja, nou, of wat eten vandaag? Uh, oh, nou, er komt de thee. Nee, natuurlijk niet. Niet de God van de Bijbel. Snap je? Helemaal gek geworden. En stel je pak het niet bijbels. Ja. Want, uh, ja, mijn achterhoofd woont tegenwoordig tussen mijn twee billen. En uh, oh, heb ik een oh, dat Wist ik eigenlijk niet. Ja, dat je gewoon te stom bent om na te denken. Maar dan weet je altijd nog van het verhaal van Schopenhauer, of niet? En dan gaan we het hebben over de komende generaties. Hoe gaan komende generaties kijken en oordelen. Over jouw gedrag. Want dat abortus moord is. volgt direct. uit het woord van Schopenhauer. Schopenhauer heeft het er niet over gehad. omdat het in zijn dagen. te gek voor woorden was. Als je Schopenhauer nu nog zou leven. En hij zou weten dat mensen in Nederland verplicht iedere maand moeten storten voor een volksgezondheidsverzekering. En dat andere mensen dan te pas en te onpas hun vrucht, hun kind in hun buik kunnen laten vermoorden. Dan had hij gedacht: van dit kan niet. Had hij het niet geloofd? Denk ik. Dan was hij gaan janken terwijl Schopenhauer die heeft gezegd dat het allerergste komt nog. Maar ik vraag me af. of Schopenhauer daarbij in gedachten had deze dystopische maatschappij. En dystopie, dat is het tegenovergestelde van een utopie. Waarbij een utopie dan staat voor iets een hele fijne maatschappij. En een dystopie is precies de andere kant op. Het is ook een maatschappij, maar dan een maatschappij van moordenaars, dieven. ...en hoeren... ...en hoeren eerders. Ik denk dat ik... Uh, me aan ga melden... ...bij de... ...de streng... Uh, ...gereformeerde... ...afdeling van de ongelooflijk... ...gereformeerde protestante kerk... ...en dat ik... <laughs> ...iedere zondag... ...een donderpreek ga houden. <laughs> nee, dat is een grapje... Maar het moet toch gezegd worden? Ja. En jij die hier naar luistert. Ik bedoel, het minste wat je kan doen is dat je nu even op like klikt. En daarmee je condolences meedeelt aan mij. Voor de dood van mijn kind. Mijn kind was onschuldig en is gedood. en is dus vermoord. Dus mijn kind is vermoord. Dus als je vindt dat dat zielig is voor een willekeurig iemand, klik op like. Als het je geen reet interesseert, nou, dan hoop ik dat je nooit meer naar me luistert. Dan hoop ik dat je. Nou, als, het, als je dat niet interesseert. Het gaat niet om het medelijden met mij, hè? Het gaat om het medelijden met mensen zoals ik. Als je dat niet hebt. Als je denkt, ja. Ja, sommige mensen maken een vrouw zwanger. En. Uh, ja, de eerste kind is heel gezond. En. Uh, ja, het allemaal gaat allemaal goed. En we hebben een auto. We kunnen twee keer ja, op vakantie. Uh, oh, dat is allemaal leuk. En. Uh, ja, die krijgen ook een tweede kind. En. Ja, nou, iemand anders in dezelfde situatie. Ja, dan wordt zo'n kind vermoord. Ja, nou. Uh, wil jij nou wat eten trouwens? Oh, ik zie dat de thee eraan komt. Uh, Hoe je het ook maar verzint, jongen. Maar jouw karma, dat stinkt. De mensen zullen je niet willen kennen. En de mens is dan nog altijd, dacht ik, een samenlevingsdier. Hè? Dus als jij er zo over denkt, je zal moeite vinden om een groep te vinden van gelijkgestemden die een groep zal zijn. Want ik, jij, ik denk dat je, als jij zo overdenkt, dat vaders wiens tweede kind geapporteerd wordt, oh, well, moet kunnen. Oh, trouwens, heb je gehoord, frikandel speciaal is tegenwoordig ook met curry. Als je zo bent, je hebt genoeg medestanders, maar het vormt geen groep. Geloof me nou maar. Houd het in gedachten. Het voortbestaan van de Nederlandse samenleving gaat uiteindelijk over jouw voortbestaan ook. Mijn dochter heeft aangegeven dat zij geen huisvrouw wil zijn, niet voor kinderen wil zorgen. En... Nou ja, ze heeft die mishandelde toestand in haar jeugd meegemaakt. Ze trekt compleet de kant van haar moeder, want mama bedoelde het allemaal goed. En dan denk ik, van ja, misschien is het ook maar het beste dat jij geen kinderen onder je hoede krijgt. Want je hebt wel door die leuke jeugd van jou een vrij vreemd beeld gekregen over het schier ideale gedrag van je eigen moeder. Die jouw broer heeft laten vermoorden. Dus misschien maar beter, inderdaad, nog maar geen kinderen voor mijn kind. Beter geen kinderen. Dan kinderen die mishandeld worden, verwaarloosd worden en vermoord worden in een dystopische maatschappij. Het is uh, jammer. Het is jammer. Het is heel jammer. En helaas. En op zijn hamburgers zeg ik tegen de verstandige mensen. Kijk dat filmpje van The Silent Scream en tjus, lieverds.